Heb je zin in? Ja, geweldig joh. Dit is toch fantastisch dat we het weer gaan doen. Hier is heel erg bijzonder dat we de kant op van de vijver hebben gekozen met zicht op Paleis Soestdijk. Alleen al voor het spektakel en voor de muziek in de buitenlucht, dat zal denk ik heel magisch zijn. Voor mij is het vooral de natuur en de, laat maar zeggen, de gecultiveerde natuur. Het is een... Hoi, dat is fantastisch. De kleinste onderdelen kunnen een belangrijke toevoeging zijn aan die locatie. Of dat nou de dieren zijn die gaan komen, de kostuums, de boten, het licht, het maanlicht, de geluiden, die enorme tribune met 1500 mensen erop. En de orkestbak die we heel erg in zicht willen hebben, niet ergens verstopt of ver weg of achter bosjes. Nou, ik vind het geweldig dat de combinatie van buitenlucht en muziek en met de kwaliteit van het geluid, dat zeer hoog in het vaandel van deze productie staat. Het moet er wel straks uitzien alsof je helemaal niks gedaan hebt. Het geluid moet bij wijze van spreken uit de lucht komen alsof het daar hoorde. Je moet geen speakers zien, je moet je er niet over verbazen. Waar het vandaan komt, het doet er eigenlijk allemaal niet toe. Als die als kwaadaardige wezens, zeg maar, gaan we het water in met een bepaalde zoet gaan we aan, zodat we of hopelijk niet koud krijgen, zodat we nog goed kunnen zingen. En ik heb dus begrepen dat ik in een soort van watertuinbroek uit dat water moet rennen, een rondje om het paleis moet rennen. Ik hoor ook al om me heen met de rest van de zangers, dat gaat spannend worden. Het gaat echt over passie en plezier en inventiviteit en talent en vooral keihard doorwerken. Dit is de plek waar uit het water Eurydice verschijnt. Uit de onderwereld, en dat is in deze opera, onder water. Zij ontmoet hier Orpheus, Orfeo. En ze verleidt Orfeo om haar weer aan te kijken. Dat is verboden. En dan verdwijnt ze weer in het water. En dat is het tragische element in de opera Orfeo en Eurydice.